Hoi, in deze tutorial laat ik je zien hoe je gewoon tekst kunt typen in Illustrator. Ik begin met punttekst. Punttekst is het simpelste manier van tekst bewerken in Illustrator. Je kunt de T op je toetsenbord indrukken, dan kom je automatisch op dit icoon. Als je dat uitklapt, vasthoudt, kun je het venstertje helemaal erbij pakken. Hierin staan alle opties waarop je tekst kunt behandelen in Illustrator. De eerste is nu zwart gekleurd. Nou, dan kan ik overal op mijn blad eventjes verschuiven, kan ik beginnen te typen. Zie je, mijn cursor begint te knipperen en ik kan hoi, ik kan punttekst. Het lijkt wel dyslectisch. Punttekst typen. Als ik nu mijn zwarte pijl pak, kan ik dit oppakken en verplaatsen naar waar ik wil. Ook kan ik door dubbel hierop te klikken mijn tekst selecteren. Als ik dan hierboven naar mijn menubalk ga, op teken klik, komt er nog een venstertje. Nou kan ik het font of het lettertype veranderen. Ik zal even een keuze maken. Je kunt kiezen welke je wil, maakt in principe niet uit. Even een goede duidelijke letter. Ik pak deze. Onderin kun je kiezen of je een regular, bold, italic, dat noemt men de gewichten van het font. Kijk maar eens wat voor een verschillende soorten daarbij zitten. Ook kan ik het korps hierbij veranderen. Ik kan zelf een waarde intypen en enter geven. Of ik kan hieronder een aantal keuzevoorkeuren selecteren. Wat je ook nog zou kunnen doen, als je de zwarte pijl selecteert, zie je dat er een kader omheen komt. Nou, hiermee kan ik ook het korps, de grootte van de letter, veranderen. Daarbij moet ik wel mijn shift ingedrukt houden, dan gaat hij in verhouding. Weer kleiner en groter. Oh, ik wil hem een heel stuk groter. Zo. Ik heb hem nu alleen maar zwart. Ik kan hem ook een kleurtje geven of delen daarvan. Je selecteert het gewoon. Je gaat naar je venster stalen of swatches in het Engels. Klik je daarop en je geeft hem een bepaalde kleur. Dit is heel simpel tekst typen in Illustrator. We noemen dit punttekst.